Yo, ik ben Bram van Bright en gelukkig zien telefoons er niet tegenwoordig zo uit dat je ze zo in je zak moet stoppen. Nee, alle technologie van de camera's zit in de camera zelf. En in de kunstmatige intelligentie van die camera. En daar ga ik het met jullie vandaag over hebben. Dus deze gaat weg. Dan pak ik deze er even bij, want dankzij kunstmatige intelligentie kun je met een telefoon in de buurt komen van dit soort mega fotoapparaten. Zo heb ik hier de Huawei Mate 20 Pro. Huawei, bedankt voor het sponsoren, erg fijn. En deze telefoon zit ook boordevol met kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is niet iets nieuws, maar heeft het de laatste jaar wel flinke sprongen genomen. Je kent het portretmodus effect waarschijnlijk wel. Nou ja, dit is dus het portretmodus effect in real time. Dus direct wordt dus de achtergrond van de voorgrond losgekoppeld. Nog zo'n leuk voorbeeld. De chips zijn nu zo snel geworden dat ze in real time een filter eroverheen kunnen gooien. Bijvoorbeeld dit is de AI Color filter. Ik ben dus in kleur en de rest is niet in kleur. Ik zal even mijn jasje aantrekken, dan zie je iets meer dat ik dus in kleur ben en mijn omgeving zwart-wit wordt. En het leuke is dus dat er een ingebouwde skeletherkenner in zit. Wat ik daarmee bedoel is, de camera die weet dus hoe mijn skelet in elkaar zit. Als ik mijn arm uitsteek, dan zie je dus dat die gewoon meekleurt. Doe ik zo, dan herkent hij dat ook, omdat hij dus weet dat ik hier een gewricht heb zitten. Duimpje omhoog! Maar gelukkig kun je de AI ook nog gewoon foppen, want zo is de smiley in één keer onderdeel van je lichaam. En nog zoiets, AI Zoom. Oftewel Artificial Intelligence Zoom. Je zet een slotje op mijn hoofd, dan weet hij dat hij bij mij in de buurt moet blijven. En als de cameraman naar achteren loopt, zie je dat hij automatisch inzoomt op mijn hoofd. En als je goed kijkt, zie je dat het ook nog redelijk scherp is aan de zijkant. Tuurlijk, het wordt wat pixeliger, wordt ingezoomd. Maar die AI zorgt ervoor dat hij ook nog een beetje glad gestreken wordt. En AI wordt er ook voor gebruikt om bijvoorbeeld teksten beter te herkennen. Ook als je met een scheve hoek naar die teksten toe kijkt. En dat wordt dan weer mooi gebruikt in de app StorySign, die dove kinderen moet helpen om beter te kunnen lezen. Dus zo zie je dat AI niet alleen maar dingen mooier maakt, maar ook nog eens handig kan zijn. Maar hoe werkt het nou eigenlijk? Nou, bij deze camera dingen is het zo dat de AI van de telefoon heel veel verschillende beelden heeft ingeladen en ingelezen en eigenlijk uit zijn hoofd kent. Dus hij heeft een soort van beeldherkenning, zodat hij ziet dat er een poppetje staat en achter die poppetje een graslandschap is en tussen twee gebouwen in staat en ook nog een grijze lucht boven die persoon gaat. Nou ja, het is meer blauw hoor. Nou, die dingen herkent hij allemaal los van elkaar en kan hij dus de voorkant los van de achterkant halen. En daarmee kan hij ook alle losse onderdelen een beetje de kleuren aanpassen, de helderheid aanpassen en zo dus tot de beste foto of video komen. Ja, en deze Huawei kan zelfs 1500 scènes herkennen. Dus niet alleen maar dat er een persoon staat, maar ook dat er kinderen aan het spelen zijn achter op een grasveld. Dus 1500 situaties kan deze telefoon herkennen en daarom dus de kleur op aanpassen. En nu we het toch over foto's hebben, je kent misschien de term HDR wel. Dat staat voor High Dynamic Range. En dat betekent dat als er een foto genomen wordt, je niet één foto neemt, maar eigenlijk meerdere foto's, soms wel 5 of 6. En dan de ene is heel erg onderbelicht, de andere is heel erg overbelicht. En samen worden die foto's dan weer samengesteld en de beste informatie wordt samengevat in één goede foto. En dat werkt ook zo met de Nightshot. Dat is het nieuwe hete ding in de technologieland om goede nachtfoto's te kunnen nemen. Je moet dus eventjes je camera stilhouden en dan verzamelt hij alle informatie die hij kan vinden. En Artificial Intelligence zorgt dan weer dat alle foto's die je dan maakt bovenop elkaar komen te liggen en één scherp beeld geven. En die afbeelding is soms zelfs beter dan de werkelijkheid. Dus, alles bij elkaar. De hardware van de camera van de smartphone, die kan nog wel wat verbeteren, maar heel veel rek zit daar niet in. Hij moet dun blijven, dus heel veel meer licht kan je niet opvangen met zo'n camera. Maar met dank aan kunstmatige intelligentie kun jij toch die goede foto's maken door alleen maar je telefoon in je hand te hebben. Het is zelfs zo erg dat als je een slechte foto maakt, het eigenlijk alleen maar nog aan jezelf kan liggen. Sta je ook wel eens lelijk op de foto? Je staat er maar achter. Hallo. Laat dan een reactie achter, onder hier in de reactiebox. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En deze week gaan we abonneren met de pink.